Hey, welkom terug bij Urbex with Liana Photographics en vandaag neem ik jullie mee in een tijdreis terug in de tijd. Laten wij een kijkje nemen ergens in Europa. Dus zoals beloofd neem ik jullie mee terug in de tijd en hier zijn we in een verlaten jagerswoning ergens in Europa. Zoals je kunt zien staan hier ook nog al de meubels. Echt niet normaal wat dat er hier nog allemaal staat. Zelfs de jeep staat nog in de tuin. Dit is dus de keuken waar wij onze video gaan starten. En ik laat jullie zien dat echt nog alles er staat. Echt een fameuze woning. Van dit kaliber vind je niet veel plaatsen en geen vandalisme. Wat heel belangrijk is voor mij. Zoals je ziet, alles staat hier gewoon nog. In deze keuken. Hoe zot is dat hier toch? Ik neem jullie nu mee richting de badkamer. Zoals ik beloofd heb, neem ik jou nu mee naar de badkamer. Deze is vrijwel klein. En daar is het raampje waar ik door ben gekomen. Echt zat. Maar zoals je kunt zien, in deze smalle badkamer staat hier gewoon nog alles. Het bad, ik durf te wedden dat het water nog werkt. Het is een beetje vuil, er liggen een beetje beestjes in. Maar ja, hoe gek is dit? Alles staat hier gewoon nog. En kijk tot in de details wat hier nog allemaal staat op het rekje. Echt gewoon niet normaal. Zoals je kunt zien, staan zelf nog parfumflesjes in de kast. Een ongebruikte labello, zoals je daar ziet. Ja, geen woorden voor zo'n plaatsen. En ik hoop dat ik in de toekomst enkel alleen maar deze plaatsen kan tonen aan jullie. Neem ik jullie mee naar de woonruimte die jullie echt zal verbazen. Dit is wat ik heel graag doe. Zoals je kunt zien was dit de jagerswoning met nog alles erin. Echt de moeite, opgezette dieren. Echt gewoon geweldig, ik kan maar dat zeggen. En dit is een huis echt vol met urbex mogelijkheden. Zelf het salon, zelf zoals je kunt daar zien, de opgezette dieren. Ik zoom even in voor jullie. De opgezette dieren. Daar alle schedeltjes en tanden aan de muur. Allemaal mooi gerangschikt. Zelf nog een dood dier. Wat ik niet weet wat het is. Ik denk een das of zo. Comments wat het is. Dus leg me uit wat het is mensen. Alsjeblieft. Oké. Echt mooie boeken. Mooie beeldjes. En allemaal stofvrij natuurlijk. Wauw. Niet. En wat we dan hier kunnen zien. Een opgezet varken. Wauw. De beeldjes zijn nog allemaal stofvrij. Net alsof de eigenaar van vandaag op gisteren is vertrokken. Een oud spalletje. Echt antiek. En wauw. Een schedel van een klein hertje. Heel klein geweitje. Super om te zien. Echt waar. Een oude trompet. Een schuiftrompet of zoiets. Oude paardrijlaarzen, een oud schilderij. Dat is echt gewoon de max. En als ik denk ik eens het licht zal aansteken. Oh. Nee. Nu werkt het niet meer, jammer genoeg. Maar het blijft wel echt zot. Dat is niet normaal wat ik hier toch allemaal tegenkom zeg. Kijk daar, nog een oud varken. Een oude toog met barkrukken. Nog een oude trompet. Dit is toch niet meer normaal. Straks neem ik jullie mee naar de volgende kamer. Jullie mee
op deze trap naar de volgende kamer. En wat ik hier sta, deed mij wel echt schrijven. Een voske opgezet. Echt chic vind. Oké, de volgende kamer is eigenlijk ook een soort woonruimte. Een kleine woonruimte met dezelfde zetels als in de slaapkamer. Maar ja, mooie glaasjes op de tafel. Ook terug stofvrij alles. Net alsof de mensen hier nog komen kuisen. Hè. Wat ik echt top vind is ook... Ja, hoe moet ik het gaan zeggen? Het is een kleine ruimte en... Ik sta met mijn hoofd tegen het plafond. Dat is echt een kleine ruimte. Want als je weet dat ik 1,90 meter ben, weet je toch dat het een klein ruimtetje is. Want ik sta nu met mijn hoofd tegen het plafond. Zoals je ook kunt zien, de mooie lamp. De schilderijen, echt magnifiek. Ik kan niet verwoorden hoe gaaf ik deze plek vind. En daar terug een opgezet dier. Ik neem jullie nu mee naar boven. Zullen wij een kijkje nemen op de zolder, wat dat er daar nog allemaal staat. En dat gaat ook wel de max zijn, want als je ziet wat er van onderen staat, beneden, allemaal antieke jong. Echt een knappe urbex plek. En ik neem jullie eerst mee naar de volgende kamer. En daar gaan we een kijkje nemen wat hier nog allemaal staat. Ha, hier staat inderdaad niet zo heel veel meer. Maar dat is wel een mooie plek eigenlijk, want dat is ook een zolderkamertje met een oud gewei en een paar oude boeken. Een beetje oude rommel eigenlijk. Oké, neem ik jullie mee naar het volgende stuk van de zolder. In het volgende stuk zien we ook terug gekke spullen, zoals je hier kunt zien. Staat het ook wel redelijk vol. Dus ik kan ook enkel blijven staan in deze plaats, anders breek ik dingen en dat is ook niet de bedoeling, want ik ben geen vandalist. Maar daar zie je wel mooie beelden, een mooie oude lamp, een oude houten vlieger. Daar gaan we toch wel eens een kijk naar nemen. Zoals je kunt zien, een mooie oude houten vlieger. En een plastic rijger of zoiets, ja. Ik weet niet, maar echt wel mooi natuurlijk. Hè. Ik zie daar zelf een mand. Tot in detail gekeken met eitjes. Deze zijn waarschijnlijk allemaal uit te blazen of zo, geen idee. Maar kijk wat ik hier vind. Dit trekt mijn aandacht. Oude schoenen met een houten pasvorm. Hoe mooi is dit? Echt prachtig gewoon. Ja, dit is nog een stukje van de zolder. Hè, waar je ziet. Alles ligt hier nog van de eigenaars en wie weet waar ze naartoe zijn, gewoon vertrokken. Maar blijft een mooie plaats. Dit was het jachthuisje waar ik de rondleiding heb gegeven. Ik hoop dat jullie hebben genoten. Doe zeker een duimpje op mijn YouTube-kanaal. Vergeet zeker ook geen hartje te geven op mijn Instagram. Ook check out mijn Facebook. En ik zie jullie graag terug.